kan niet hoog genoeg, hè, die Bruce Springsteen. Maar jouw Floor. Dat doet hij heel knap. Ja. Misschien is hij ook een sopraan. Denk je dat? Nou, misschien vroeger. Oké. I'm on fire, Bruce Springsteen. Floor, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoi. Moest even de groeten doen van Irene. Oh, kijk. Ja, je lieve zus. Hele lieve zus. Je luistert mee. Vind het fijn dat je er bent. Nou, moest je ook de groeten doen, dat moest ik niet vergeten, van Danny Vera. Oh, wat lief. Je hebt bij hem in de klas gezeten, zei hij. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, wij zaten allebei in het eerste jaar van de Rock Academie. Vroeger. Bij de oprichting van de Rock Academie. Ja, jaar 1. Eerste jaar. Oh, ja. Ja. Dus we hebben elkaar nog gezien bij de reunie. Ja. Op een televisieprogramma samen. Dat was heel erg leuk na zoveel jaren. Nou, hij knalt natuurlijk ook, dus groetjes. Ja, ik begin meteen even met een onbeleefde vraag. Ook uit de reeks Danny Vera. We hebben Danny met Rollercoaster inmiddels, weet je wel, dat is wereldberoemd geworden. Maar hebben we inmiddels al gehoord in diverse hoedanigheden. Er is een carillon-versie, er is een versie met een orgel, er is een dance-versie. Oh. En hij heeft eigenlijk nog maar één wens, Floor. Oh-oh. Henk Poort en Floor Jansen versie van Rollercoaster. Is dat nog ergens te realiseren? Oh, klinkt spannend. Ja. Ja, wie weet. Wil je het overwegen of niet? Nou, ja, alles. Okay, ben altijd benieuwd. Ja. Nou, tot zover de officiële plichtplegingen. Ik ben blij dat je als wereldster hier vandaag bent. Dat ben je eigenlijk al een tijdje. En dan komt dat rare programmaatje, de beste zangers. Ja. En dan zit je ineens overal. Dan ben je een wereldster, maar ook in Nederland. En ook in Nederland, ja. Leuk. Hoe voelt dat als omweg? Ja. Nou, eigenlijk was je dat al, hè? Eigenlijk in je eigen circuit. Of laten we zeggen een beetje dat... Ja, we hebben fantastische trouwe fanscharen ook in Nederland. En ook al heel lang. En metal is misschien wel underground, maar groot genoeg om een heleboel blije Nederlanders te hebben. Maar nu zijn we wat meer ook aan de boven... Ja, wat uit die underground gekomen. En hopelijk zijn er nog meer mensen die van muziek kunnen genieten... die de metalheads uit Nederland maken. Ja. Want jij zit nu eigenlijk stiekem ook in een heel ander circuit natuurlijk. Met Phantom of the Opera, alhoewel jouw bandje, toen was je er nog niet, maar jouw bandje Nightwish heeft het nummer ooit opgenomen. Precies, zij hebben een versie gemaakt, ja. Dus je was niet helemaal onbekend daarmee natuurlijk, maar is dat gek nu dat dat hele andere circuit er ook bij zit? En... Ja, toch wel. Ik bedoel, ik heb ooit Rock Academie gedaan, dus daar ga je wel heel veel verschillende stijlen muziek al de revue laten passeren. Ja. En ik heb rondom die jaren ook wel heel veel projectjes gedaan die nooit zo bekend zijn geworden als misschien de alle metal dingen. Mm-hmm. Maar ik heb het altijd leuk gevonden verschillende dingen te doen. En daarbij, naast Rock Academie, deed ik ook muziektheater en opera. Ja. Dus Phantom, daarvan kende ik Henk Poort ook. Toen ik naar de muziek ging luisteren. Ja, god, die Nederlandse versie van toen, de jaren 90, waar de Henk Poort... De Henk Poort, ja. Ja, de Phantom was. Nou, wauw. Ja. Dus ik... Het was mij niet helemaal onbekend, maar de wereld die hangt buiten de metal, zeg maar. Ik ben thuis in dat wereldje en nu stap ik een nieuwe wereld binnen. Zeg dat? Ja. En hoe bevalt dat? Nou, is dat een rare gewaarwording of niet? En niet heel onbelangrijke vraag natuurlijk. Vinden de metalheads het allemaal acceptabel dat je nu van de hele wereld bent? Ja, dat mag iedereen helemaal zelf bepalen. Ik probeer... ik vind het voor mezelf heel belangrijk dat ik trouw blijf aan wat ik doe en mooi vind. En dat het zijn niet helemaal stijlconform is. Zijn er mensen die vinden dat je sell-out bent omdat je dit soort dingen doet of helemaal niet? Ik heb het nog niet teruggezien, maar ik kan me voorstellen dat mensen dat wel vinden. Als je heel erg echt puur van de metal bent, ja dan is een shallow coveren niet zo interessant. Ja. Then again, veel metalheads zijn ook muzikanten. Ja. Die houden van goede muziek. Ja. Dus die herkennen het wel in welk genre het zich ook afspeelt. Dat hoop ik dat je daarmee wel de breedte in wil, maar dat je het niet per se het mooiste vindt, dat snap ik ook. En jouw stem, want het is wel mooi, natuurlijk als je die reaction video's ziet, vind ik altijd wel mooi om naar te kijken. Dus ik heb dat Beste Zangers eigenlijk ook op die manier wel gevolgd. En elke keer als je weer een topprestatie geleverd had, dan al die vocal coaches. Ja, ineens zijn er overal vocal coaches. Ja, die zijn er. Die zijn er ineens een miljard. En die moet ook allemaal janken als ze je horen. Voor de right reasons. Ja, het is heel prachtig. Ik heb er een paar van gezien. Ja. Ik vind het heel apart om het te zien. Ja. Hoe ervaar je dat? Want als je die mensen hoort,
ik kan dat technisch niet beoordelen. Uiteraard, als jij je zingt, hoor ik ook wel dat je mooi kan zingen. Maar zij hebben echt iets van, nou, dit is misschien wel de beste zangeres die er op de hele wereld is, omdat je alles aan kan. Nou, dat zal ik wel niet zijn, maar ik vind het heel leuk dat mensen zo enthousiast zijn. En ook vanuit een technisch, want ik ben stiekem een beetje een techniek-fan, ja. dat wel herkend wordt. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Ja. En doe je dat zelf ook, die vocal coaches, of niet? Of niet meer? Nee, ik heb wel jaren lessen gegeven. En ook heel veel lessen gegeven, maar daar heb ik al jaren geen tijd meer voor. Nee. Snap ik eigenlijk ook wel, ja. Ik wilde graag iets, want je begrijpt dat veel mensen nu iets hebben van, ja, als zij er dan toch is, ja, dan gaat de God verbood ons de vloek ook wel iets van Nightwish draaien. Anders toch niet alleen maar Floor. Ja, maar het is niet radiovriendelijk, hè, want het is metal. Jawel, joh. Ja, joh. Hey, ja. Ja, valt toch wel mee. Ja, radio-onvriendelijkheid is our middle name. Dus we zijn er nog best een end mee gekomen. Sta ik hier even op mijn plek. Ja. Ja. Leuk. Dus, we gaan Nightwish draaien, omdat het meest is aangevraagd eigenlijk. Oh, wat leuk. Welke is dat, denk je? Ik denk Ylan. Kijk. In één keer raak. Ja. Bam. Ik ga straks alle mensen noemen die het hebben aangevraagd. Zo. Maar eigenlijk hebben we geen tijd meer voor jouw live. Jammer. Ga ik weer naar huis.
Jan is er blij mee. Patrick, ik weet niet wat ik meemaak. In positieve zin overigens. Nightwish op de Nationale Radio. Nuger, eindelijk Nightwish op de radio. Al fan van Floor sinds 2002. Niels, de vleescourier. Vorige week heb ik deze cd gekocht van Nightwish. Super te gek. Was nooit metal fan, maar nu wel. Ari, yes, eindelijk Bianca. Dit is prachtig, dit nummer. Ik kende het niet eens. Schaam. Je hoeft je nergens voor te schamen, toch? Helemaal niet. Een introductie dan. He, leuk. Ja, dat is wel mooi, toch? Ja, want dat doe je natuurlijk wel. Hey, maar je hebt veel te veel te doen, toch, nu? Want je hebt zo'n toertje heb je uitverkocht. Ja. Maar wat ga je daar doen dan eigenlijk? Want hoort neem je mee. Maar ga je ook je metal hits meenemen? Of wat ga je doen daar? Ja? Nou ja, mensen hebben me nou veelal via de beste zangers leren kennen. Ja. Maar er waren al een hoop mensen die mij wel kenden. Dus het lijkt me leuk om iets te doen wat voor zowel leuk is voor de mensen die mij nu leren kennen en de mensen die mij al kenden. Door inderdaad de beste zangers liedjes nog een keertje de revue te laten passeren. Ja. Maar ook om door mijn geschiedenis in te gaan. En dan niet keihard. Maar juist, want er zitten een heleboel nummers bij die juist wat rustiger zijn. Of wat makkelijker rustiger te maken zijn. Zodat je niet van je theaterstoel geblazen wordt. Want dat is het wel. Het is theater. De meeste zittende concerten. Ja. En ja. Henk Poort wordt meegenomen, neem ik aan. Die, die zei meteen ja. Ik vond het zo leuk. Want ik vind het echt de eer met hem al gezongen te hebben. En dat we dat opnieuw gaan doen. Ja, daar heb ik al zin in. Ja, maar wat vinden die Nightwishes van jou nu? Want die moeten nu jou opdelen met alles en iedereen. Je krijgt dan nu al veel drukker. Of vinden die het dan wel best? Ja, ze gunnen het me van harte. Dat vind ik heel leuk. Ja, ze zien ook, voor Nightwish is het ook leuk. Want we hebben inmiddels onze show in de Ziggo Dome uitverkocht. Ja. Er gebeuren dingen in Nederland die voorheen gewoon niet gingen. En dat vinden ze ook gewoon gaaf. Ja. Ze vinden het leuk voor mij, ook in de herkenning. Maar als ik niet vergis, ben je zangeres 3 van Nightwish. Denken die gasten niet, oh nee. Straks is ze weg, gaat ze weer. Ja. En van mij komen ze nooit meer af. Nee. Ze doen best, maar... Heel goed, oké. Nee, dat is goed. Je kan het allemaal nog wel verdelen. Maar je hebt ook nog verkering met een gozer uit een andere band, toch? Ja, nou, meer dan dat. We zijn getrouwd. Nog? We hebben een kindje. Ja. Dus, kom ik zo ook nog even op terug als je het goed vindt. Helemaal goed. Eerst even de Talking Heads, Slippery People. What about the time? You were rolling over, fell on your face. You must be having fun.
90 jaar geleden wist Paken Roelf van Avekbedden het al. Met koude voeten val je niet in slaap. Daarom hebben wij nu een comfortabele voetverwarming voor onze boxsprings. Ga voor lekker slapen met warme voeten naar avekbedden.nl. Tijd voor een feestje. Tijd voor Kinky Boots. Hilarisch en brutaal. De leukste Broadway musical hit eindelijk in Nederland. Met swingende muziek van Cyndi Lauper. Trek je stoute laarzen aan en feest mee. Voor tickets en info, eventen op kinkyboots.nl. Ontvang nu gratis de unieke voetverwarming bij jouw boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Wat zou jij doen met 3 uur helemaal niets? Even dutten? Je mails checken? Een boek lezen? Het kan allemaal, terwijl wij je naar je vergadering in Parijs brengen. Reistijd wordt jouw tijd. Met NS International. Nu bij Coolblue. 50 euro korting op de Dyson V11 Absolute Stilstofzuiger. Omdat hij snoerloos is en een hoge zuigkracht heeft, maak je je huis razendsnel schoon. Vandaag besteld op Coolblue.nl, morgen gratis thuisbezorgd. Boek nu je zakelijke treinreis met korting op nsinternational.nl. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Bij ikwilvanmijnautoaf.nl helpen we je graag met de verkoop van je auto. Van aanmelding op onze website tot en met de overdracht aan een erkende autodealer. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Jij slaat echt door, hoor. Ga je nu nog trainen? Dat bepaal ik zelf wel. En steeds meer clubs zijn 24 uur open. Of doe een keer een lesje thuis. Met onze virtuele groepslessen. Basic Fit. Go for it. Start nu. Sport 6 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Wil jij afrekenen met de stijgende energieprijzen en zelf goedkoop stroom maken? Bij Zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder aan je spaargeld te komen, bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom kiezen zoveel Nederlanders nu voor Zelfstroom. Hoeveel ga jij besparen? Ontdek het op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Clemens, ik wilde je niet al te hard laten schrikken. Maar eigenlijk is het pas over 10 seconden, 3 uur. Ja, ik sta ook versteld, moet ik zeggen. Dus als je nog een vraag aan Floor hebt, dan kan het nog 8 seconden. Hoi, daar overval je me een beetje mee. 4, 3, 2, 1. Het antwoord is... Ja. Het was een buitenkans, jongen. Ja, ik ben er helemaal door gezakt. Ja. Het wereldnieuws van 3 uur. Zeker. In Oslo is een gewapende man met een ambulance ingereden op het publiek. Die ambulance kwam ter plaatse nadat een auto was gecrashed, vertelt correspondent Rolien Creton. Daarbij is een ambulance geroepen en de bestuurder van die gecrashte auto, die is gewapend uit zijn auto gekomen, heeft die ambulance gekaapt en is er vervolgens mee weggereden. En heeft door Oslo gescheurd en heeft meerdere personen aangereden. Volgens de politie zijn onder meer een ouder echtpaar en een vrouw met een kinderwagen aangereden. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De dader is aangehouden en er wordt nog gezocht naar een vrouwelijke mededader. Het Britse Lagerhuis is bijeen om te debatteren over belangrijke Brexit-stemmingen die vanavond op de rol staan. De uitkomst daarvan bepaalt of het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk op 31 oktober uit de Europese Unie kan stappen. Als premier Johnson het debat verliest, dan wordt de Brexit vrijwel zeker opnieuw met enkele maanden uitgesteld. En ook in Duitsland zijn boeren vandaag de straat op gegaan. Duizenden boeren zijn naar Bonn gereden om daar te protesteren. Ze zijn boos omdat ze aan steeds strengere regels moeten voldoen, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Ze zeggen dat kunnen we niet bijbenen. We zijn eigenlijk op dit moment een beetje uit de mode. Dus wij zijn de hele tijd worden getroffen door die strengere maatregelen. Bauernbashing noemen ze dus, boerenbashing. En ze willen voornamelijk dat ze mee kunnen praten over welke regelingen er allemaal op ze afkomen. En ook in de rest van Duitsland zijn demonstraties. Het verkeer ondervond de hele ochtend hinder van de lange rijen trekkers op de weg. De Britse politie gaat naar Amerika om de diplomatenvrouw te ondervragen die ervan wordt verdacht een 19-jarige motorrijder te hebben doodgereden in Engeland. De Amerikaanse vrouw is na het ongeluk naar Amerika gevlucht en gebruikte daarbij haar diplomatieke immuniteit. Ze is niet van plan om terug te keren naar Groot-Brittannië om daar verantwoording af te leggen.
vooral in het westen en rond het IJsselmeer valt nog wat motregen. Het is vandaag een graad of 14. Morgen mogelijk lang mistig of nevelig. En dan wordt het een graad of 16. Maar in het zuidoosten kan het zelfs 20 graden worden. Verkeersinformatie, Erwin, hi, goedemiddag. Hoi, er staan een paar files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Is zand op de weg gekomen. Tussen Born en Echt 5 kilometer file, daardoor een 10 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Knoopend Ypenburg heb je bijna een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. A73 Maasbracht richting Nijmegen is nog altijd dicht na een ernstig ongeluk vanochtend. En de weg bij Wijchen is waarschijnlijk pas om 16:30 weer vrij. De vertraging is flink dus. Omrijden via Eindhoven. A73 Nijmegen Maasbracht bij Nijmegen-Dukenburg. 10 minuten vertraging. Daar moet je over de vluchtstrook. Dankjewel. Ik spreek je zo meteen. Hoi, hoi. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart op NPO Radio 4? Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie. Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. De Toyota CHR Hybrid. Niet alleen heel zuinig, maar ook heel krachtig. Je rijdt al een Toyota CHR Hybrid vanaf €209 netto bijtelling per maand. Ga naar toyota.nl/zakelijk. Dat is de power van Toyota. Dit is reclame voor een beleggingsproduct. Een beter milieu begint bij beleggen. Kijk, je afval scheiden doe je vast al. Minder vlees eten, zonnepanelen. En als je nog meer verschil wil maken, dan kies je voor beleggen in een van de duurzaamste banken ter wereld. Beleg in Triodos Bank. Ga naar triodos.nl/beleggen. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank. Oh ja, beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Dit product is beperkt verhandelbaar. Lees voor aankoop het prospectus. Dit is Elton John. Openhartig en geestig. Over zijn muziek en relaties zijn successen en mislukkingen. Het verhaal van een levende legende. Ik, de autobiografie van Elton John, is nu overal verkrijgbaar. De AH-kip van Albert Heijn leeft met 16 kippen per vierkante meter. 16 kippen per vierkante meter. Zie je het al voor je? Gefrustreerde kippen die elkaar in de weg zitten, die over elkaar heen lopen en elkaar verwonden. Simpelweg omdat er te weinig ruimte voor ze is. Dat is toch geen leven. Pik het niet langer en skip die AH-kip. Kijk op wakkerdier.nl. De BMW i3 is als Executive Edition nu aantrekkelijker dan ooit. Hij is 100% elektrisch, rijk uitgerust en snel leverbaar. Zo blijft u, over aantrekkelijk gesproken, nog jaren profiteren van 4% bijtelling. De BMW i3 Executive Edition. 100% elektrisch, 4% bijtelling, snel leverbaar. Boek uw proefrit op bmw.nl. Dit klinkt eenzaam. Ik ben ook heel erg eenzaam, ja. Hoe is het om eenzaam te leven? In een nieuw experiment stappen mensen met een rijk sociaal leven in het leven van een leeftijdsgenoot die eenzaam is. Wat zou je willen? Mijn leven. Ja, daar schrik ik gewoon enorm van. Proef eenzaamheid. Morgen om 22:50, nieuw bij de EO op NPO 1. Er is maar één NPO Radio 2. Stenders, Platen en Anza. PNN Vara. NPO. I wanted it that way.
We need more cowbell. Backman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. Platenbonanza. Aangevraagd door Adriaan de Ruiter. Die vindt dat wel een goed liedje voor vandaag. Maar het is eigenlijk een goed liedje voor altijd. Vind je dat leuk voor of niet? Zeker, even spieken. Goed, krijg je goede zin van het liedje. Dat is goed gezegd, ja hoor. Uit Goorle, toch? Wie? Jij? Ik? Ja, ik ben daar geboren. Ja. Ik ongeveer ernaast, Oosterwijk, rondje Tilburg. Dus goede zin van Serwij. Ja, inderdaad. Ja, ik ben er nooit lang blijven plakken, helaas. Misschien ook wel langer moeten blijven. Wel, nee. Nee. De wereld is jouw standplaats. We hebben vandaag Floor Jansen, een wereldster, hebben wij op visite. Zometeen uiteraard wordt er live gemusiceerd. We hebben het al over het een en ander gehad. Onder andere een beetje Nightwish, waar je in zit, die wensen je van alles. Dus dat is goed. Ja. Maar je hebt ook nog allemaal andere projecten. Behalve die tour waar we het over hebben. Veel mensen zeggen, te laat. Ja, dat ging heel snel. Ja. Maar je hebt ook nog een kerel. En die zit ook weer in een ander beentje, toch? Ja, ik ben getrouwd met de drummer van Sabaton. Ja. Waren jullie elkaars groepie? Ja, eigenlijk meteen wel. Ja, ik denk ik verhuis naar Finland, want mijn band is Zweeds, of Fins. Ja. Dus dat is lastig, die twee. Ja. Nou, Finse band, ik ga naar Finland, ik wil de taal leren. Niet te doen, zo moeilijk. Dus ik ga daar zitten en hoppakee. En toen ging ik, voordat ik daar naartoe ging, op tour in Amerika. Mm-hmm. En daar kwam ik, er was een tour met Sabaton. Ja. Ja. En toen was het... Toen zat ik daar met een Zweed in Finland. Ja. Dus toen zijn we maar naar Zweden geëmigreerd. Ja, dat kan. Hoe gaat het met hem eigenlijk? Want het was even een ongelukje of zo. Als je gaat, nou, toch? Ja. Stevig ongeluk ook. Ja, toch wel. Ja. Ze waren met de band een video gaan opnemen in Tunesië. Ja. Midden in de woestijn ging dat mis met een auto. En alle mannen even flink door elkaar geschud. Maar gelukkig gaat het allemaal weer goed. En zijn ze lekker verder aan het spelen. Ja. Hey, en hoe combineren jullie dit allemaal? Want je hebt nu 26 levens. Zijn er hologramversies van jou verkrijgbaar? Of, maar niet het downloaden. Liefdespoppen? Ja, overigens. nee, daar ben ik te groot voor. Dat was ik nou 1,60 geweest. Nee. God, nee. Nee, maar ik moet wel een beetje multitasken. Zoals de gemiddelde vrouw trouwens, hoor. Die zijn die carrière moet combineren met. Jullie moeten elkaar. En man ook, ja. Dus wij doen hetzelfde als ieder gezin. Ja. Hoeveel leg je in je werk en hoeveel leg je in je gezinsleven? Het is alleen iets lastiger tegen je bent te zeggen... ja, nee, dit toertje komt er niet zo lekker uit, kunnen we een andere keer. Ja. Dus het is een puzzel, maar tot nu toe gaat dat heel goed. Ja. Je hebt er ook nog een carrière bij natuurlijk nu ook nog. Dus dat maar het is allemaal niet op dezelfde plek. Gelukkig krijg ik er heel veel energie van. Ja. Maar je hebt nog een ander bandje ook, Northward. Ja, Northward is een project, een rockproject. Ja. Ja, dat had ik wel al helemaal geschreven met een Noor. Ja. Ja, blijf een beetje in dat Scandinavische hangen op de een of andere manier. Vandaar ook de naam, Northward. Naar het noorden ging ik. Dat was allemaal een beetje toeval. Echt ook nog. Maar dat is een rockproject en dat is een paar jaar geleden, 10 jaar geleden geschreven. En vorig jaar of het jaar daarvoor alweer uitgekomen. Maar dus dat is even... Ja, even tussendoor, dacht ik. Hè? Ja, maar dat is nu even ijskastje. Even. Nou, het is altijd alleen een album geweest. Dus nooit de ambitie gehad om daarmee te gaan toeren. Nee, helaas... was dat niet mogelijk. Maar, zo voor een paar jaar zo. Ja. Nou, Floor, fijn dat je er bent was. Maar ik mag uiteraard die ene vraag die door duizenden luisteraars... ik overdrijf het, want ik rond het naar boven af. Ik kan niet anders dan deze vraag stellen. Ilona wil het onder andere weten. Hm? Die zie ik bovenaan staan, dus die noem ik dan maar even. Ja. Of je nog mee gaat doen het Songfestival. Want Jan Smit zit daar ook in die buurt. En, oh, echt? Dan wel. Ja. Nou, ik vind het boven alles heel, heel leuk dat mensen mij dat zien doen. Dat ze mij voor een aanmerking zien komen. Ja, dat ik dan Nederland zou mogen representeren. Maar zoals je al zegt, ik heb al 26 levens. Ja. Het is best wel lastig om er nog eentje bij te doen. En het Songfestival is ook wel een heel intensieve. Ja. Dus het is een nee. Nou, nu in ieder geval niet. Ja, dit jaar nee. Niet. Ja. Ja, voor dit jaar. Okay, goed. Maar dit jaar gaat er vast iemand gewoon keihard winnen. In Nederland, toch? Ja, denk het ook. Ik denk het ook. Alhoewel, nu jij niet meer, wordt alweer iets minder van elkaar. Ja. En je gaat zo meteen een liedje met je band doen. Wie heb je allemaal verzameld? Ja. Nou, het is de Marcel Visser, band zonder Marcel. Oh, ja. Marcel. Maar Marcel had het heel druk, want dat krijg je als je zo goed bent. Dus er zijn een heleboel andere fantastische muzikanten die ook mee waren op Ibiza. Ja. En die, ik heb de eer weer met Ibiza, de beste zangers erbij. Precies. Heel goed. Precies, yes. Een nummer winner zit ook een speciaal verhaal aan vast, maar
laten horen. We dan zo meteen wel even vertel ik nog wel even. Super fijn dat je er bent. Ja, we hebben een programma waarin in principe mensen gewoon mogen aanvragen wat ze willen. Dus dat zeg ik ook tegen iedereen. Laat weten waar je zin in hebt. We zijn te vinden op de app van Radio 2. Mag je downloaden, mag je alles op inspreken. Vinden we fijn. En Floor, nu je er toch bent, is er een liedje waarvan jij zegt helemaal gewoon vanuit jouw liefde voor de muziek, of weet ik veel, waar je een bijzonder verhaal bij hebt. Als je er één zou mogen aanbieden, een verzoekliedje, welke zou je dan willen horen? Oeh, daar verras je me een beetje mee. Mag je ook wel over nadenken. Ja. Nou, ik ben een zangeres, nou dat wisten jullie al, maar ik ben gek op mooie stemmen. Ja. Wat misschien zou passen ook in dit, wat ik nou allemaal gehoord heb, dus misschien Alone van Hart wel een mooi liedje. Gaan we voor je doen. Graag. Oké. Okay. Top, dankjewel. Tot zometeen. Hoi hoi. Alles klopt vandaag. Yo man. Vel Shaggy. Yo. Open up man. What do you want man? My girl just... It wasn't me. You made a catch. Huis wel. I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do. Said it wasn't you. All right. Honey came in and she got me red-handed. Creeping with the girl next door. Picture this when we were both caught making love on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you feel like a woman upstairs to your villa. Trespass on the weakness, all of your clean on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Let's review the situation that you call the peanut. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, can't be so say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim a utala, baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she got me red-handed. Creepy with the girl next door. Picture this when we were both caught making love on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? Next you know, said I should really not a right for this. I never used to see you make the jig a low flex. I saw the else in favor you in the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she have a bring a worry for things from the past. All the little evidence, you better know for mass. Quick by your hands, no off it up. But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. No. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed. Creepy with the girl next door. Picture this when we were both caught making love on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Wanna tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. I've been listening to your reason, it makes no sense at all. Need to tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. You may think that you're a player, but you're completely lost. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Wasn't me. Heus wel. Wasn't me. 51 is die geworden. Shaggy. Wasn't me. Heus wel. Wasn't me. Aangevraagd door Job. It wasn't me. Live bij ons, Floor Jansen met de Marcel Visser Band. Zonder Marcel Visser. Bijzonder.
Floor, het liedje is een mooi liedje, Winner. Geschreven door Tim, voormalig director, zanger. Ja. En Tim heeft er een... er zit een vrouw, maar je hebt misschien jij weet beter. Je hebt naast hem gezeten en met hem dit doorgenomen. Ja, Tim heeft dit nummer voor zijn broer geschreven. Ja. Voor en over. Om te zeggen, jij bent gewoon een winner. Iemand die nooit opgeeft, ondanks tegenslagen en fysiek gehandicapte jongen. Moeilijkheden. Hij is geboren met een open ruggetje, vertelde hij. Iemand die, ondanks dat sommige dingen gewoon niet gaan, altijd zegt, dat kunnen we wel. Jij kende, denk ik, het verhaal achter dit nummer, toen je daar zong bij de beste zangers. Ja. Ja. En je zong het eigenlijk ook recht in het gezicht van Tim. Ja. Duidelijk geëmotioneerd. Het is een van de mooie dingen van de beste zangers. Veel mensen lachen altijd om. Je moet kennelijk in tranen gaan om het mooi te vinden. Hij had zich ook nog wel vermand. Hij had gezegd, ik ga in elk geval niet in tranen. Nee, maar precies. Ja, dat daar staat te zingen. En het is ook nog zijn eigen tekst, zijn eigen liedje. Dat niet alleen. Hij heeft een heel album, dat Headline Don't Cry. Ja. Want hij heeft... Ja. Hè, dus daar ging hij. En je hebt ook nooit het vermoeden van, dit is geanceneerd en tranen ter exploitatie. Daarom is denk ik Promote ook zo'n succes. Omdat het niet zo voelt. Of je het vandaag nog een keer voor de ganse natie en verder buiten wil zingen. Heel graag. Met de Marcel Visser Band zonder Marcel Visser, hè? Yes. Ja. Hier is Floor Jansen met Winner. Raise your hand moment was inderdaad het moment waarop ik op mijn bankje zat en dacht... Oh, moest je huilen, ja. Zo, ik snap dat. Floor, super bedankt dat je hier was en bent. Heel graag gedaan. Dit was
Heerlijk. Ja, vonden de meeste luisteraars ook en wij ook trouwens. Echt super bedankt dat je hier was. Hopen je nog vaak te zien en te horen. Ik zal even een screenshot maken van alle de reacties. Want anders kunnen we ook niet meer verder met de uitzending tot aan 4 uur. Dan zit alles weer vol. We zien graag terug. Is goed, oké. Alon van Hart had je gevraagd. Uiteraard. Je hebt zelf toch ook vaak gezongen dit liedje, toch? Ja. Ja, okay. We gaan de oorspronkelijke uitvoeringen draaien op verzoek van Floor en veel anderen. Heart Alone. I hear the ticking.